Welkom, Beurs Insight is vandaag te gast bij Grip op je Vermogen. Een evenement georganiseerd door ING en Elseviers, waar we kijken naar het vermogen van de Nederlander en wat je er al mee kan doen. Hele keur aan gasten passeert hier de revue. En wij spreken een aantal van hen. Onder hen oud-minister van Financiën en 5 jaar lang voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem, de geestel der Grieken destijds. Meneer Dijsselbloem, welkom. Ik wil graag met u beginnen over de actualiteit te praten. Unilever heeft besloten om de verhuizing naar Rotterdam niet door te laten gaan. Dus een duale structuur te houden. En dat alles in het licht van wel of niet afschaffen van de dividendbelasting. Dat debat loopt erg in Nederland. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het is natuurlijk gewoon wel heel vervelend voor het kabinet die... Heeft gezegd hoe belangrijk dit is voor de grote bedrijven om ze in Nederland te houden. En blijkbaar is dat voor een van die grote bedrijven toch niet doorslaggevend genoeg. Dus het probleem van Shell en Unilever is inderdaad die duale structuur. 2 zetels, een dubbele juridische structuur ook. Verschillende aandelen, verschillende noteringen. Dat zijn voor die bedrijven reële problemen. Maar goed, blijkbaar is het probleem toch niet zo groot genoeg voor Unilever. Dat maakt wel dat het kabinet natuurlijk wel met lege handen achterblijft. Ja, u was toch al geen voorstander van het afschaffen van die dividendbelasting? Nou, ik heb heel nadrukkelijk geprobeerd me daar buiten te houden. Maar goed, ik vraag het u nu. Nee, maar dat vind ik echt een politieke afweging in Nederland. En ik ben de Nederlandse politiek uit, dus ik moet maar een beetje terughoudend zijn. Ja, maar u bent wel sociaal-democraat. Uw partij, de Partij van de Arbeid, heeft heel duidelijk stelling genomen in dit debat. Nou, maar laat ik maar zeggen wat wij de afgelopen jaren, hoe we ermee om zijn gegaan. Want ook toen ik minister was, is met name Shell verschillende keren langs geweest bij mij om hierover te praten. Mm-hmm. Ook toen was een van de opties, als je nou de dividendbelasting afschaft, los je een probleem op. Wij hebben dat gewoon niet gedaan toen. En dat is een kwestie van prioriteiten. Waar wil je nou je geld aan uitgeven? Dus. Wij zaten toen natuurlijk in een crisistijd, moesten veel bezuinigen. Dus er kon echt geen sprake van zijn. Maar daarmee geef ik ook wel aan hoe ik er tegenaan kijk. Ja. Helder. Maar het was Shell, niet Unilever die bij u langs kwam. Sorry, Shell, ja. Ja? Ja, zei ik Shell? Nee, u zei Shell, ja. Waarom richten de pijlen zich nu dan zo op Unilever in het debat? Nee, dat weet ik niet. Omdat Unilever, nadat Nederland bekend had gemaakt, we gaan de dividendbelasting afschaffen, zei, dan gaan we onze structuur aanpassen. Wij worden een volledig Nederlands bedrijf. En dat, nou, dat klonk dan als, nou, dat hebben we toch mooi binnengehaald maar als Nederland. Maar wie is nou de drijvende kracht achter die lobby? Unilever of Shell? Dat weet ik niet. Het enige wat ik weet, in alle transparantie, is dat ik verschillende keren met de top van Shell heb gesproken over hun problemen met dubbele aandelen en Londen en Den Haag als vestiging. Moet dit voorstel nu van tafel? Ik wens ze veel succes op Binnenhof. Gaat Rutte die bocht maken, denkt u? Ik wens ze veel succes op Binnenhof. Waarom zegt u hier niks over? Nee, ik zeg erover wat ik ermee gedaan heb, wat wij in onze tijd ermee gedaan hebben. Mm-hmm. En nogmaals, het probleem voor die bedrijven is reëel, het is ingewikkeld. Maar ik vind het een privéprobleem, een privaat probleem en niet een publiek probleem. Dus ik zie niet in waarom de overheid, en ook met tegen zo'n prijs, een toch vrij particulier en beperkt probleem zou moeten oplossen. En dat het een beperkt probleem is, laat de Unilever denk ik zien met dit besluit vandaag. Daarmee heeft u uw standpunt wel duidelijk gemaakt. Ik wil even met u kijken naar Europa. U was 5 jaar lang voorzitter van de Eurogroep. U heeft zich heel erg bemoeid met allerlei probleemdossiers in Europa. Waar staan we nu? Zijn we veilig? Nou, we staan natuurlijk veel beter voor. De gemiddelde groei in de eurozone is iets van 2%. En in heel de EU is dat ongeveer vergelijkbaar. Dus de eurozone heeft dat goed ingehaald. De vooruitzichten zijn ook goed. De groei is breed. Hè, dus consumentenvertrouwen is sterk. De investeringen zijn aangetrokken. De export is sterk aangetrokken. En de enige risico's die ik zie zijn vooral politiek van aard. Italië. Dus hoe loopt de Brexit af? Hoe loopt Italië af? Nou ja, hoe loopt het af? Ja. Hoe gaat dat verder? Houdt Griekenland het karretje op het spoor of gaat het er weer af? Dat zijn allemaal politieke vraagstukken. Maar economisch is het behoorlijk goed en ziet het er goed uit. Okay. Wij horen van alle kanten een systeemcrisis als in 2008, 2009 heeft plaatsgevonden. Dat is nu ondenkbaar in Europa. Intussen is de bankenunie nog steeds niet af. Dat wil zeggen dat nog niet overal op juiste wijze de banden tussen overheden en financiële instellingen zijn losgeknipt. Zijn de Italianen in staat om Europa opnieuw in een crisis te storten? Nou, die bankenunie dat heeft echt een
toen wij eraan begonnen zeiden we, dit gaat 8 jaar duren. Dus alles wordt in 8 jaar tijd geleidelijk ingevoerd. Hè. Dus om nu te zeggen, het is nog niet af, dat was ook de planning. Het moet over, laten we nu zeggen, over 4 jaar moet het wel een stuk verder zijn. In Italië was men bijvoorbeeld ook bezig om die staatsobligaties op die bankbalansen, om die te verlagen, weer op te ruimen. In de crisis was het erg opgelopen en dat moet weer omlaag, want dat is risicovol. Ja, deze nieuwe regering en de problemen die ze nu hebben op de financiële markten, waarbij de rente omhoog gaat, betekent mogelijk weer dat banken, Italiaanse banken, toch weer meer staatsobligaties gedwongen worden om op hun balans te nemen. Dus het is allemaal niet gunstig wat er gebeurt in Italië. Betekent dit dat we weer een eurocrisis krijgen? Ik denk het niet. Italië is een grote en op zich sterke economie, in de zin van een exporterende economie. De groei is alleen erg laag en de dynamiek is erg laag. En de maatregelen die zij nu gaan nemen, zullen dat niet verbeteren. De pensioenleeftijd wordt weer verlaagd. Misschien dat de belastinghervormingen de economie wat zullen aanjagen. Maar de grote vraag is, wat gaat het doen met de rente de komende jaren voor Italië? Als dat tekort zo verder oploopt. Mm-hmm. Maar juist vanwege de omvang van de Italiaanse economie is Italië in staat om Europa in grote problemen te brengen. Ja en nee. Ja, het is een grote economie. Ja, de staatsschuld is groot. Maar de Italiaanse staatsschuld, en dat geldt ook voor banken, zijn voor 60% of meer gefinancierd door Italianen. Mm. Met Italiaans spaargeld, pensioenfondsen, Italiaanse investeringsfondsen. Dus in die zin lijkt het een beetje op Japan. Een groot deel van de binnenlandse schuld is ook binnenlands gefinancierd. Ja, dat maakt dat ze minder afhankelijk zijn van financiële markten. Maar de Italianen zitten met ons in dezelfde muntunie. Zeker. Kijk, als het helemaal fout zou gaan, de financiële markten zouden zeggen, nou, van ons krijg je geen geld meer. Dan hebben ze nog altijd 60-65% binnenlandse financiering. Maar zij kunnen niet gered worden door de Europese noodfondsen. Mm. He, dus in die zin staan ze er ook wel alleen voor. De Europese noodfonds ESM heeft nog 400 miljard beschikbaar voor noodleningen. Ten eerste, ik denk dat er geen politieke steun zal zijn om dat geld aan Italië uit te lenen. Ik denk dat het noorden, maar ook een aantal kleinere landen aan de oostkant van de eurozone daar helemaal niet voor zullen zijn. En zelfs al zouden ze dat doen, dan is in 2 jaar tijd is dat noodfonds leeg. Want Italië heeft meer dan 200 miljard per jaar nodig aan herfinanciering van de staatsschuld. Dat noodfonds is veel te klein om Italië te redden. We kunnen Italië niet eens redden. Mm-hmm. Wat ook weer geruststellend is, Italië zal zichzelf moeten redden. Dus too big to fail, maar ook too big to save. Ja. Mm. Misschien kunnen we van daaruit een lijntje maken naar de bank. Ik begrijp dat hij de Italianen niet als acuut risico ziet voor de eurozone. Ik verwacht niet dat het echt een eurocrisis zal veroorzaken. Kijk, mijn grootste zorg is dat in Italië de schuld weer nog verder verslechtert. Maar vooral ook de economie verder verslechtert. Hè. Ze hebben de economische groeiramingen alweer naar beneden bijgesteld. En dat in plaats van dat de economie wordt gestimuleerd en dat er wordt hervormd, dat er stappen terug worden gezet. Dus we verliezen tijd in Italië. Maar het is in belangrijke mate een Italiaans probleem. En dat kunnen we nog beter isoleren als andere landen doorgaan met stappen zetten in hun banken, in hun economie, hun arbeidsmarkt, hun pensioenstelsel. Dus als andere landen doorgaan met economisch sterker worden, vitaler worden, is natuurlijk het besmettingsrisico ook kleiner. Ja, wat die banken betreft, hebben we al genoeg gedaan? Hebben we genoeg doorgepakt met die banken? Too big, too fail geldt op dit moment ook nog steeds voor een aantal banken, ook in Nederland? Nee, ik denk niet. Banken zijn in Europa veel kleiner geworden. Nederlandse banken zijn echt een stuk kleiner dan voor de crisis. De balans ziet er ook heel anders uit. Maar we kunnen het toch steeds niet permitteren om bijvoorbeeld een bank als ING te laten omvallen? Nou, als ING in de problemen zou komen, hebben ze nu echt veel meer kapitaal en buffers aan boord. Dat zijn systeembuffers. Juist voor die grote banken, als ze in de problemen zouden komen, moeten ze extra kapitaal hebben om hun eigen verlies te kunnen opvangen. Daar hebben we enorme winst geboekt. Hè. Dus er zijn wel wat problemen bij ING, maar die zitten niet op de balans of op de kapitaalreserves. Ik wil niet suggereren dat ING problemen heeft, maar du moment dat ING serieus in problemen zou komen, dan weet u natuurlijk ook, ING wordt gewoon gered door de belastingbetaler, want te belangrijk voor de economie. Ja, maar zo werkt het gewoon niet meer. Kijk, waarom moesten we die banken redden? Omdat ze volstrekt geen kapitaal hadden. Mm-hmm. En ze konden dus hun eigen verliezen niet dragen. En we durfden het niet aan om de aandeelhouders een deel van het verlies
te laten accepteren. Ja. En dat zijn beleggers. In goede tijden pakken ze de winst. In de slechte tijden moet je ook verliezen kunnen dragen. Dat heeft u veranderd, onder andere in Cyprus. Dat hebben we nu omgedraaid. Dus ten eerste de bank zelf heeft veel meer kapitaal in eigen huis om verliezen te dragen. Als dat niet genoeg is, ga je naar de aandeelhouders. Die kunnen hun waarde verliezen. Als je dan nog meer verliezen hebt, ga je naar de achtergestelde obligatiehouders. Nou, dan ben je door veel kapitaalslagen heen en die zijn tegenwoordig stukken dikker dan vroeger. Mm. En dan moet je echt heel veel verlies in één keer hebben, wil de bank dus echt gaan omvallen, zoals we dat in 2008 en 2010 zagen. Ja. U heeft uw best gedaan om de structuur van banken te verbeteren als het gaat om financiën. Er is een hoop regelgeving, ook banken zelf, centrale banken hebben daarop aangestuurd. Als je nu kijkt naar de cultuur van de banken, hebben we wat geleerd uit die crisis? Ja, het ligt er een beetje aan welke bankier je spreekt. Dus ik spreek er veel, ook van een nieuwe generatie die zich wel degelijk beseffen dat ze hun eigen broek moeten ophouden, dat ze hun risico's veel beter moeten managen, dat ze een verantwoordelijkheid hebben naar de samenleving, naar de belastingbetaler. En soms komt er weer een geluid boven van, ja, maar het is niet onze schuld en politiek hou nou toch eens op met je regels. Mm-hmm. Nou, dat zegt u nu. Laten we daar eens even naar kijken. Met name ING, we staan hier toch bij ING. Afgelopen half jaar nogal in de spotlights geweest. Eerst begon het met een salarisdiscussie van topman Ralf Hamers. Niet erg lekker getimed en ook niet lekker gemanaged, zou je kunnen denken. Vervolgens hadden we de witwasaffaire bij ING. Die erop wees dat bij ING misschien wel een cultuurprobleem heerst. Omzet boven compliance. Ja. Dat geeft toch te denken. En nu hebben we een commissaris van ING die politici maand. U bent geen politicus meer. Dat ze hun toon richting banken moeten matigen. Ja. De witwasaffaire vind ik het meest ernstig, omdat er zijn er sterke indicaties dat vanuit het hogere management in de bank is gezegd, ja jongens, dit wordt allemaal te gek, dit kost ons te veel, compliance is te duur, doe het maar een tandje minder. Dus als je de zeef waar alle transacties door worden gehaald, en dat gaat om vele miljoenen per dag natuurlijk bij een bank als ING, als je die na 3 meldingen uitzet automatisch. Dat kan toch niet? Dan accepteer je dus dat wat er daarna ook komt, hoe verdacht die transacties ook zijn, ja, daar hebben we nu even geen zin meer in. Mm-hmm. Nou, dat is echt onacceptabel. Daar hebben ze dus. Ze moeten dus nu op die blaren zitten. Ja. Kijk, die commissaris ja, vind ik toch echt van de oude stempel van de vorige generatie. Op het moment dat ING zulke fouten maakt, ben je ook helemaal niet in een positie om dan de politiek te gaan terechtwijzen, mm-hmm, dat ze wat minder kritisch moeten zijn. Dat lijkt me toch echt de omgekeerde wereld. Maar waar duidt het op? Ziet u dit soort zaken, en we hebben het namelijk over die witwasaffaire. De Nederlandse Bank heeft ook een brief overgestuurd aan de huidige minister van Financiën, waarin op gewezen wordt dat dit soort problemen ook bij andere banken voorkomen. Ziet u dat als een risico voor de financiële sector op dit moment? Nou, kijk, het witwassen heeft veel meer een maatschappelijk risico. Dit is crimineel geld, wat via een bank als ING wordt gewit en dus onderdeel wordt van de reguliere economie. Ja, maar ik duid eerder op het cultuurprobleem bij banken. Ja. Nou, ik vind het zeer risicovol als de banken niet accepteren dat de regelgeving die we nu hebben, en niet alleen democratisch en dus legitiem is, en daar moet je je aan houden, dat is een juridische redenering, maar ook een belangrijk maatschappelijk doel dient. Witwassen en de regels tegen witwassen zijn natuurlijk niet voor niks. En banken hebben daar echt een verantwoordelijkheid in te nemen. En mijn grootste zorg is als men in het verzet blijft staan, in het defensief blijft tegen regels, waar is het allemaal voor nodig en laat ons toch met rust, ja, dan gaan er absoluut weer brokken gebeuren. Ik vind u nogal mild. U bent niet alleen oud-minister van Financiën, u bent ook sociaal-democraat. Zeker. Ja. Ja. Maar dus, ik ben helemaal niet mild. Dus geen natuurlijke vriend van de financiële sector, zou ik maar zeggen. Nee, maar ik heb ook nooit behoefte gehad om ze de grond in te trappen. Daar gaat het me helemaal niet om. Kijk, ik vind dat de moraliteit begint aan de top in een bank. En als de top van de bank niet uitstraalt, wij hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook op het gebied van witwassen. En dat gaan wij dus conscientieus en zorgvuldig doen. Als ze dat niet uitstralen, dan gaat het fout in zo'n organisatie. En dat is niet alleen in banken zo, dat is overal zo. Moraliteit begint aan de top. Dan zou je die top dus moeten vervangen door mensen die die blik wel hebben. Nou ja, er is één iemand vervangen of dat een goede beslissing is. U had liever gezien dat Ralf Hamers zou opstappen? Nee, ik krijg die vraag wel vaker. Maar nog een keer? Nee, ook daar ga ik me niet over uitlaten. Waarom niet? Ik vind dat de commissarissen dat gesprek moeten voeren met de bestuurders.
Maar die commissarissen die zitten er nogal conservatief in, hebben we net gezien. Ja, er is ook net een nieuwe voorzitter aangetreden die naar mijn waarneming in ieder geval wel heeft opgetreden. En die zal echt gesprek aan moeten met de dagelijkse bestuurders van de bank. Van jongens, beseffen we eigenlijk wel welke verantwoordelijkheid wij hier dragen. En welke enorme risico's het maatschappelijk heeft, maar ook voor de bank. Hè, voor een imago-schade, financiële schade. Als we zo onzorgvuldig, onethisch omgaan met regels. Hmm. Pleit u voor een wat hardere aanpak, ook door de regelgevers en de toezichthouders van de banken? Nou, het voorbeeld van witwassen is dat echt nodig. Ja. We hebben wel Europese wetgeving, maar dat is harmonisatie, maar het is nog niet Europese wet. Dat betekent dat in elk land zijn de regels anders ingevoerd. En er zijn er grote verschillen. We hebben geen centrale Europese toezichthouders. Er zijn 3 Europese toezichthouders die zich ermee bemoeien. De belangrijkste is de EBA, de bankenautoriteit. En die heeft naar verluid 2,5 FTE hiervoor beschikbaar. En dus zit het veel. En dus zit het nog vooral bij nationale toezichthouders. Bij ons dat DNB. Maar in sommige landen zijn dat hele kleine clubjes van financiële toezichthouders. Waar ik gewoon mijn geld niet aan zou uitlenen. Dus die zwakte van zowel hoe wet en regelgeving nou eigenlijk is ingevoerd, als het toezicht in onze Europese landen is heel erg groot. En als je bedenkt dat witwassen is per definitie internationaal. Ja. Ik ken geen, nou ja, er zullen ongetwijfeld voorbeelden zijn. Maar alle voorbeelden van de laatste jaren die we ook nu in de kranten lezen deze week zijn allemaal grensoverschrijdend. Dus je moet dit Europees dicht gaan timmeren. Ja. Als het gaat om die cultuur bij de banken. Kennelijk kunnen die banken het zelf niet goed regelen. Kennelijk is de druk van buitenaf niet afdoende geweest. Moeten overheden en toezichthouders dit wat meer afdwingen? Een cultuurverandering? Nou, kijk, het punt is dat... Moet er meer regelgeving komen? We hebben echt al enorm veel geregeld. Hè? Dus er komt ook een moment dat je moet afvragen hoeveel meer kun je nog regelen. Op witwassen vind ik dat het niet goed genoeg geregeld is. Mm-hmm. En ook het toezicht niet goed genoeg geregeld is. Dus ik weet niet welke andere punten we nog meer regelgeving zouden moeten hebben. Ja, maar als een bank, ondanks meerdere waarschuwingen van de Nederlandse bank, van de Europese Centrale Bank, consequent de eigen koers blijft doorgaan, de verkeerde koers blijft. Kijk, je kunt het ook hebben over de sancties. De sancties in Nederland waren altijd zeer laag. Het ging meer om tientallen miljoenen. Mm-hmm. En in mijn periode, bij de wet veranderd, hebben we gezegd dat het wordt gekoppeld aan je omzet. Waardoor ING nu een boete kan krijgen van, wat is het, 775 miljoen. Ja. En dat gaat pijn doen. De Amerikanen hebben dat al veel eerder gedaan, die vele hoge boetes. We hebben ook veel geld weggetrokken uit Europa, doordat zij boetes oplegden op onze banken. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, waarom pakken wij onze banken zelf niet? Bijna een verdienmodel. Het was een verdienmodel. Ja. Waarom pakken wij onze banken niet zelf strenger en eerder aan? Bijna al die witwasaffaires van de laatste weken in Europa, in Denemarken, in een aantal Baltische landen, in Malta, in Nederland, zijn allemaal ontdekt door Amerikaanse autoriteiten. Die zitten er kennelijk beter op dan wij. Dus we hebben het niet op orde. Ja, ik laat u los, want u gaat zo spreken. Wat gaat u doen met uw loopbaan? Heeft u plannen? Zeker. U bent de eerste die het weet. Publieke sector, private sector, wat heeft de voorkeur? Nee, ik ben nog niet zo ver. Dus zodra daar een beslissing is gevallen, dan kan ik u meer vertellen. Dank u wel. Alsjeblieft. Tot zover gesprek met oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Blijf kijken, we hebben later nog een gesprek onder andere met de topman van OBAM. Het oudste beursgenoteerde, internationaal opererende en grootste beursgenoteerde beleggingsfonds van Nederland. Begon in de jaren 30, toen Franse nonnen hun geld weg wilden zetten in Nederland. En inmiddels een berucht en ook beroemd fonds. De goede man heet Sander Zondag. Wij praten met hem over zijn visie op beleggen. Tot straks.